Hoi, ik ben Bianca. Welkom bij deze aankondiging. Ik ga iets heel leuks aankondigen. Ik ben namelijk uitgedaagd door Janneke van Huisje Weltevree en Huisje Weltevree Kids. Haar kanalen zal ik hieronder even linken om mee te doen aan een 30 dagen challenge. Zij doet op dit moment de 30 dagen hardloop challenge. Dat doet ze samen met Helemaal Ronald. En zij vond het leuk om in oktober een nieuwe challenge aan te gaan en heeft mij gevraagd daaraan mee te doen. En ik vind dat natuurlijk super leuk. Dus ja, ik doe mee. En wat gaan we nou doen in oktober? Wij gaan in oktober de 30 dagen bullet journal challenge doen. En of we die zelf bedacht hebben of dat die ergens vandaan komt, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in. Ik heb hier mijn bullet journal. En dat is mijn oefen bullet journal. Ik ben van plan om een bullet journal te gaan bijhouden, maar wil eerst iets meer oefenen met wat ik er allemaal mee kan en hoe het allemaal moet. Dus ik heb voor mezelf een bullet journal aangeschaft wat ik omgedoopt heb tot mijn oefenjournal. En daarin ga ik van alles oefenen en daarom komt deze challenge eigenlijk ook wel heel goed van pas. Ik ga namelijk van alles en nog wat maken in mijn bullet journal. Ik wil gaan oefenen met, nou ja, de monthly pages, de weekly pages, de daily pages. Trackers wil ik gaan maken, maar ik wil ook gaan oefenen met handletteren, tekenen. Alles wat je maar kunt bedenken rondom bullet journalen. Hoe ga ik het aanpakken? Ik ga iedere dag een pagina maken in mijn bullet journal. En dat zullen dus allerlei pagina's zijn. Er hoeft van mij niet een bepaalde volgorde in te zitten op dit moment. Ik ga jullie dat iedere dag laten zien. Ik ga of laten zien wat ik heb gemaakt, of ik ga laten zien hoe ik het heb gemaakt, of een combinatie van die twee. Ik wil dat per dag wat gaan afwisselen. Nou zullen er niet dagelijks video's online komen, want dat worden en hele korte stukjes en heel veel werk. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga iedere dag een stukje opnemen vanaf 1 oktober, dus dat is voor jullie vanaf morgen. En dat zal iedere maandag online komen. Dus iedere maandag zien jullie wat ik de week daarvoor heb gemaakt aan pagina's. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Ik zou het ook leuk vinden als jullie wellicht met me meedoen. Als dat zo is, laat dat dan ook even weten in de reacties. Misschien kan ik een keer iets van jullie laten zien of jullie een keer noemen als je meedoet. Ben ik heel benieuwd wat er van gaat komen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Janneke, bedankt voor deze uitdaging. Ik neem het met beide handen aan en we gaan er een mooie creatieve maand van maken.